Indraaiende vrije trap, veel beweging voor de goal. Bal verlengd en nu telt hij wel. Is het Wensel die RKC op voorsprong helpt. Van Hintem slingert die bal richting de penaltystip. Bal weer ingebracht door Van Muijen. Duel gewonnen, daar de kans en de redding die nu wel heel goed is. Kweekel alsnog en dan staat het zomaar 1-1. Dave Huijmans heeft de bal opgeëist. Hij meldt zich voor de vrije trap. Huijmans over de muur en in de goal een prachtige vrije trap. En Dordrecht staat zeer verrassend op voorsprong bij de nummer 3. Dankzij een voortreffelijke vrije schop van Huijmans. En dankzij een geweldige instelling, ploeg heeft gevochten. Wint Dordrecht, leidt RKC de eerste nederlaag van dit seizoen.